AZ nummer 8 met 26 uit 16. Die begonnen natuurlijk ergens onderin. Een beetje in de Eredivisie. Wat dat betreft een tegenovergestelde lijn met Willem II. Die stond op een gegeven moment zelfs tweede. Maar staan inmiddels 13e. Met 18 uit 16. Dit is de opstelling van AZ Weinig. Tot geen verrassingen. Dat team staat wel. Mitsjö is wel weer terug. Dat is fijn. Miste de bekerwedstrijd. Zoeken waren dus aan die rechterkant. Met Pavlidis als spits van Willem II. En dit seizoen goed voor 7 goals en 4 assists. Scheidsrechter vandaag is Allard Lindhout. VAR in Zeist is Jannik van der Laan. Hij kwakkelt op eigenlijk het hele seizoen. Paul Jonk. Afgelopen weekend bijvoorbeeld 90 minuten op de bank. Nu kan hij toch weer spelen. Af en toe speelt de hamstring op. En voorin geen Vriet. Dat was al zo in de topwedstrijd tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena. Dat is wederom zo. Kambangu nu in de spits. Svensson komt vanaf de zijkant. En het gaat niet zo goed met Fred Grim. Niet zo goed met zijn club. Want het is alweer een hele tijd geleden dat hij voor het laatst een wedstrijd wist te winnen. Hij zegt dat de mussen toen dood van het dak vielen vanwege de hitte. Maar 25 september, de laatste zegen. 25 september, 2-1 tegen PSV. Karlsson. Richting Pavlidis, die zou afgevlacht zijn, maar er is een overtreding gemaakt. Dus krijgt AZ de vrije trap. Timo Willerreuter. Met een driemans muurtje. Karlsson. Dus ziet hij hem aankomen, toch spat die bal uiteen op de lat. Uit de draai, Pavlidis. Had een muurtje neergezet van Drieman, zodat hij uitzicht hield ook op de bal. Dan ging hij overheen, maar valt prachtig naar beneden. Hier meenemen de Wit, dan is de keeper kansloos en is het daar al vlot. 1-0 alsnog. De 9e minuut. Als de Wit de 1-0 aantekent. Zijn 7e van dit seizoen. Karlsson ziet daar de Wit gaan. En daar de treffer van de Wit. Voor Karlsson is het alweer zijn 6e assist. Pavlidis. Treding Sadiki. Heeft inmiddels twee streepjes achter zijn naam staan. Nou, die vorige vrije trap was best aardig getrapt door Karlsson. Kwam op de lat. En deze valt weer op de lat. Twee vrije trappen van ongeveer dezelfde positie. Of er nou 3 of 4 in de muur staan. Het resultaat is uiteindelijk hetzelfde. Beide keren op de lat. Owusu. Een tweetje met Wijndal. Kabangu, dit kan nog. Owusu loopt ook door. Svensson is ook in het midden. Daar is Svensson! En die bal gaat recht op Wijndal af. En dit is dan zo'n moment dat Willem II er ineens is. De verrassing ligt bij Owusu. De rechtsachter die doorloopt naar het schot van Svensson. Kielis. Sadiki. Svensson. Hij naar binnen voor een schot. En dat gaat naast. En ineens krijgen ze praatjes en terecht. Goed naar binnen. En een volgend schot. Deze gaat dan net naast het doel van Wijndal. Maar ook net naast het doel van Wijndal. AZ wat lichtzinnig, wat laconiek. Er kwamen er zo'n paar kansen. Een paar goede, grote kansen. Svensson. Twee keer. Mitsje. Al verlies. Kabangu. Controle, scoren. Ja, ja. 1-1. 1-1. Het is de 36e minuut wanneer
Willem 2 op gelijke hoogte komt. De goal van Elton Kabangu. En dat is niet zo raar. Als je ziet hoe de wedstrijd zich ontwikkelde na een minuutje of 20. Kabangu die vandaag de voorkeur kreeg boven Vriet. Zo kunnen we natuurlijk niet verder werken. Een lapje overheen. Kabangu. Schiet Mitchell in zijn rug. Zijn heup. Kijk wat er met Mitchell is. Oeh. Dus heeft hij last. Daar schiet hij dan. Mitchell zien we niet meer terug in deze wedstrijd. Reinders is dan zijn meest logische vervanger. Daar is hij. De Wit voor doorkoppen lukt niet. Karlsson mee aan Wijndal. Meerveld wint. Dat Wijndal eerst Sadiki terzijde had geschoven. Kabangu. Meerveld. Reinders. Svensson. Rechts Nunnely. Nunnely is snel natuurlijk. De hoek is lastig. Was dat? Had hij daar meer uit moeten halen? Het is in die. Op avontuur. Moet op zich niet zo van. Reinders weer terug, had ze die Akos. Toch verwacht je van een ploeg. AZ. De laatste 5 wedstrijden op rij heeft gewonnen. Het is toch tegen een ploeg die de laatste 7 wedstrijden. Op rij hebben verloren. Toch gaan afrekenen. Pavlidis doet dat op. Oeh, bijna deze wijze. Bijna scoren tegen zijn oude ploeg. Dit is Kabangu voor de volgende. En hij strandt op Wijndal, die zijn doel daar vermaat. Maar de spits, Kabangu, een goal en een paar goede kansen. Martensindy zoekt daar Pavlidis, loopt achteruit, het botst op Keun, geen sprake van een overtreding. Villarreuter, oh Villarreuter, die zag ineens dat hij bijna buiten de 16 terecht kwam. Toen haalde hij de bal weer terug, de 16 in, maar toen was er ook Dani de Wit. Klein inschattingsfoutje van Timon Willenreuter. Martens Indy. Links. Wijndal, maar Pavlidis besluit iets anders. Karlsson, Sugawara, hard voor. Nou, dat had bijna gepast met Gudmundsson. Die als laatste aan de bal, dus doeltrap. Zegt Gudmundsson, ja, volgens mij is daar een overtreding van Michaelis. Lindhout gaat kijken. Wat beslist Lindhout na bestudering van de beelden? Hij zegt, ja, strafschop. Die Kelis had hem lang vast. Dusdanig lang dat er ook rood. Ja, rood voor Michaelis. Gudmundsson, oef, oef, oef. Hij valt binnen. En zo wordt het 2-1 voor AZ. Gudmundsson met zijn derde van dit seizoen. En een af via paal en rug. Dus het is een eigen doelpunt van Villarreuter. Bal blijft er wat hangen en dan is die daar voor Jensen. Dat vind je nog bijna goed.
Rechts Sugawara. Vindal heeft gezien dat Sugawara is gestart. En Vennelrooy er ook onderkend. Keun. Goedmonsel. De Wit. Kalsen mag ruimte. Reinders. Goedmonsson. En dan is het afgelopen. De 3-1 van Goedmonsson. Deze is wel van hem. En dan is de volgende nederlaag een feit. Goedmonsson. Op een glan. Wijnders. Wijnders. Poku. Terugleggen. Prima uitgespeeld. Goedmonsson met de 4-1. En dan is er één treffer van Goedmonsson afgepakt. Maar zullen er twee hem worden toegekend. AZ wint hier met 4-1 van Willem II. En blijft dus maar winnen. Kijkt omhoog. Willem II moet toch een beetje angstig naar beneden kijken.